Yo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Remco en we hebben dit weekend nogal druk. Dit weekend hebben we namelijk de meerdaagse van Rode. En dat betekent dat we op dag 1 een tijdrit van 10 kilometer hebben. En daarna een klassieker van 67 kilometer. Op dag 2 hebben we ook nog een criterium van 40 kilometer. Wat dus neerkomt op zowat 110 kilometer in het hele weekend. In deze video hebben we dag 1. Dus laten we snel gaan beginnen met de tijdrit. We hadden in de tijdrit 2 ploegen. Namelijk als eerste Arjen, Jelle en Lars. En het tweede ploegje Levi Elsega en ik. Wij zijn met z'n tweeën omdat Levi Kroon helaas niet kon komen. Dus dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar het weerhoudt ons er niet van om toch nog te koersen. Laten we eerst kijken naar het eerste ploegje. We zien hier Arjen die de spits afbijt. En direct met 45 km per uur dit eerste stuk deed. Het eerste stuk was een mooi lang stuk op asfalt waar je dus mooi hard doorheen kon rijden. Na 4 kilometer moest je hier een wat smaller weggetje in. Je ziet hier dat ze heel goed doordraaien, wat natuurlijk ook super belangrijk is in een tijdrit. In de laatste kilometer viel Arjen helaas nog af, maar gelukkig telt de tweede tijd, dus het is niet erg als er één afvalt. Zij hebben nog de 23e plek kunnen behalen. Ongeveer een half uurtje later moest ik samen met Levi Elsega gaan starten. Wij begonnen ongeveer hetzelfde, namelijk in het begin direct al een hoge snelheid aanhouden. Wij zaten ook ongeveer tegen die 45 km per uur aan. Wij konden natuurlijk wel iets minder doen aangezien we met z'n tweeën waren en dat is toch wel wat zwaarder. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Al direct na een paar kilometer zakten we alweer wat af naar 38, 39 kilometer per uur. En aangezien we met z'n tweeën hebben, is het toch nog wel mooi dat we een tijd van 15 minuten hebben. Het heeft ons uiteindelijk nog het 36e plekje opgeleverd. Laten we direct doorgaan na een paar van onze renners om te horen wat zij er nu van vonden. Arjen, de tijdrit, hoe ging het? Ja, het ging wel goed. Ik ben wel tevreden. Ik hoorde net dat we 24ste zijn. 24ste. Ja, zoiets. Ja, dat is zeker mooi. Ik ben wel tevreden, maar ik ben wel goed ingedeeld met de ploeg. Dus. Ja, en het wisselen ging dat ook helemaal goed? Ja, aan het begin hadden we korte beurtjes en op het einde gewoon gewoon nog steeds wat korter en die anderen deden wat langer. Gemiddeld iets van 40 of zo zeker? Ja, 42 of iets meer denk ik. Ik weet niet precies. Nou, kortom, je bent wel tevreden toch? Ja, trouwens op het laatst moest ik er nog net af. Dat is 500 meter, dus. Maar. Ja. Nou, dat kan gebeuren, hè? Ja. Nou, we hebben nu de klassieker. Hoe kijk je daar tegenop? Ja, ik hoop gewoon dat het niet zwaar wordt. We hebben natuurlijk ook al wel tijd, en morgen moeten we weer. Dus ik hoop dat iedereen een beetje rust gaan doet. Heb je plan om weg te rijden? Nee, ik kan me gewoon een beetje schuilen. Ja, is zeker goed. Nou, bedankt. Levi, de tijdrit. Hoe ging het? Ja, wel goed. Alleen we waren met de twee, we misten één man. Ja, Levi Kroon die was er helaas niet. Hebben we daardoor minder gereden, denk je? Ik denk wel een paar kilometer per uur minder. Want we waren iets langere beurt en iets minder rust. En hoeveel denk je dat we gemiddeld hebben gereden? 40 kilometer per uur. Nou, dat is zeker mooi toch? Ben je tevreden? Ja, heel tevreden. Nou, we hebben nu de klassieker. Heb je ook plannen daarvoor? Nee, niet echt. Ja, op het begin een beetje meer rijden, denk ik. Ja, gewoon een beetje in het peloton blijven, zeker? Ja. Ja, dat is zeker goed. Ik denk dat de meesten dat nu wel een beetje gaan doen.
aangezien het een zware dag wordt. Dus, nou, bedankt. 2 uurtjes later, om 1 uur, was de start van de klassieker. Deze klassieker bestond uit 2 grote ronden en 1 kleine rondje, wat in totaal opmaakt voor 67 kilometer. De neutralisatie was deze keer heel erg kort. Die was ongeveer 500 meter. Nou, daar ben je zo doorheen. En na die 500 meter ging de auto vooruit rijden en we konden los. Dit ging deze keer niet zo hard dan als normaal bij een klassieker. Normaal rij je zo tegen de 60 aan. Alleen deze keer bleef het bij ongeveer 45 km per uur. Dus dat is nog wel redelijk rustig. En daarom dacht ik ook, nou, dit gaat wel goed. Deze klassieker kan ik wel uitrijden. Het gaat redelijk rustig. Maar dat was niet lang zo, want het volgende gebeurde. Een paar mensen die wijten uit naar rechts en de hele groep die schoof in elkaar. Het werd allemaal wat te veel en iedereen viel om. Ik kon zelf ook niet meer op tijd remmen en achter me knalden ook nog een paar bovenop mij. Hierdoor zat ik helemaal vast. Laten we nog even snel terugkijken naar de beelden in slow motion, zodat jullie allemaal even goed kunnen zien. Je ziet hier dat iedereen uit het niets gewoon naar rechts toe gaat. En alles valt om en ik zat helemaal vast. Mijn fiets die was helaas kapot en ik kon niet meer verder rijden. De shifters die waren helemaal afgebroken. En mijn voorwiel die was geblokkeerd. Ik kon voor dus ook niet meer schakelen. Dat was een duur grapje. €250 heeft het ons gekost. Dit was mijn eerste valpartij in een wedstrijd dit seizoen. En het was ook direct wel een van de heftige. Er waren zo ongeveer 70 man die op de grond lagen. En de koers die werd eerst ook even stilgelegd. Dit was volgens mij een half uur vertraging. Ik wou eerst nog doorrijden, maar ja, mijn voorwiel die zat dus vast. En ja, om dan nog door te rijden, dat is heel erg lastig. Gelukkig kwam mijn fiets nog even naar de fietsenmaker hier in Roden. Dus dikke SO daar naartoe. Want ze hebben dit nog even heel snel klaargemaakt, zodat ik morgen nog wel weer kan starten. In ieder geval, ik zie jullie weer in de volgende video.